Volgens collega Rashid Doukki heeft Vishnoudat terecht om een onderzoek gevraagd, maar dat hij ook veel informatie heeft over andere zaken, onder andere van de parlementariër Mahinder Yogi. Terecht heeft meneer Theo Vishnoudat wat zaken één geval naar voren gebracht, maar er zijn honderden gevallen. En u mag weten, niet alleen meneer Vishnoudat, in een andere zetting als u wil, heb ik zo'n stapel van meneer Yogi waar je er misselijk van wordt. De dingen die gedaan zijn, et cetera. En tijdens de begrotingen schreeuwde hij, maar niets was nieuws. Ja? Laat mij de doeken doen. Over bijvoorbeeld Marienburg, Peperpot. Was het Jenny Warso die Krommel die het naar voren heeft gebracht? Aangedikt door de voorzitter van de DNA. En let wel, op 6 augustus 2009, ik herhaal het, 6 augustus 2009... toen de vorige regering zat, hebben Jiwon Sital, Rabin Permisser, Rashid Doukki dit ding al gebracht. Ja? Dus het is niet iets nieuws toen Somoharjo de voorzitter was en in de bres is gesprongen voor meneer Shaksi. En dezezelfde meneer Yogi, die balkte of mekkerde anders toen. Dan deze oude dingen, niets nieuws. Dus dingen die al gebracht zijn. En in verband met de speeltuin. Ik heb de stukken hier, ik zal je laten lezen. Nietig verklaring, want men heeft gezegd, alleen wanneer onderwijs toestemming geeft, ja, mits het ministerie van Onderwijs toestemming geeft, dan kan het naar meneer Yogi zijn stichting gaan. Dat is niet gebeurd. En de DC heeft gezegd, alleen een hoekje zou kunnen en niet meer. Dus meneer Yogi heeft genoeg problemen, ja, waarbij hij beschikkingen heeft gehaald waar zijn naam staat, meneer Yogi en 126 anderen. Meneer Yogi met 150 anderen. Meneer Yogi met 160 anderen. En op één dag, 12 juli, heeft hij bijna 20 beschikkingen gehad. En diezelfde dag heeft de DC getekend, grondinspectie getekend. Dezelfde dag is beschikking uitgegaan. Maar dat is in die tijd. Dus wanneer die man als een geit daar begint te mekkeren, dan weet je, ja, wat moeten we zeggen over zo iemand? Ja? Die alleen maar schreeuwt over TAS en dit. TAS was al bekend. De president heeft al 4, 5 maanden terug de directeur naar huis gestuurd en maatregelen getroffen. Dus alleen losse flodders. Ik zeg hun nu, ik roep elke fronter op, van Nikeri tot waar ze zijn, om op papier daadwerkelijk iets aan te tonen dat mis is gegaan. Babbelen daar, schreeuwen, dit is niet goed en dat is niet goed, zo is niet goed en dat is niet goed. Wel, ik heb de president gezegd, laten we alles onderzoeken, maar laten we ook beginnen met die 400 ton paddy en andere zaken. Doukki, die de president heeft voorgesteld zaken te onderzoeken.